Vandaag twee bijzondere gasten. Paddy Rome, die maar liefst 100 ton voedsel inzamelde voor de voedselbank op Curaçao. En Tara Boksman, die in het leven wel heel bijzondere weg heeft afgelegd. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Eurotrade en Jax.nl. Dit is de Ruhr Lunchbreak. Ik begin met jou, Tara. Toen we elkaar net ontmoetten, we kenden elkaar niet. Wel van social media, zei je tegen mij, ik ben een meisje met een niet alledaags verhaal. Kun je ons meenemen in dat verhaal? Ja, soms denk ik wel eens, waar moet ik beginnen? Ik denk op het punt dat ik in de snackbar zat als 16-jarig meisje in de pauze. En dacht, ik ben zo misselijk. Ik word zo misselijk van de frituurlucht. En een van mijn vriendinnen zei, joh, misschien ben je wel zwanger. En ik op dat moment nog groener werd en dacht, ik heb echt een heel groot probleem. Want je was zwanger? Ik bleek inderdaad zwanger te zijn. Dat is 18 jaar geleden nu, hè? Ja, dat is bijna 18 jaar geleden. Nou, inderdaad 18 jaar geleden. En ja, ik denk überhaupt heftig als je een meisje bent van 16. In mijn geval keer 2, want mijn ouders zijn Jehovens getuigen. Zo ben ik ook opgevoed. En het is natuurlijk niet helemaal de bedoeling dat je dan als 16-jarige Jehovens getuige met een positieve zwangerschapstest in je handen zit. Dus daar is het begonnen. Ja, want je hebt een lang verhaal te vertellen. Even kort samenvatten. Opgegroeid in een Jehovah-gezin, tienermoeder en nu heel veel jaren later genomineerd voor de prachtige eretitel Rotterdam Zakenvrouw van het jaar. Daar heb je in het leven een weg afgelegd. We komen zo bij jou terug. Paddy Rome, ook een man met een verhaal. Ondernemer, betrokken bij het honkbal-evenement in deze stad, het World Port Tournament. En nu als vrijwilliger 100 ton voedsel voor Curaçao ingezameld. Allereerst, wat is jouw band met dat eiland? Nou ja, allereerst de thuissituatie. Mijn vrouw is van Curaçao. En ja, tweede, wat belangrijk is baseball. Honkbal, zoals we het hier noemen. Curaçao natuurlijk de grootste supersterren van de sportwereld. Die komen uit Curaçao. Die in Amerika echte supersterren zijn. En ja, ten derde, dat ik ondernemend naar Curaçao probeer ervoor te zorgen dat investeerders begrijpen dat het een kansrijk land is. Hey, maar je kunt die binding hebben, maar dat is één. Maar dan zo ver gaan om heel veel tijd te stoppen in een vrijwilligersproject is twee. Waarom heb je dat gedaan? Toen ik voor de eerste keer landde op Curaçao, toen dacht ik, is raar, ik kom thuis. En als je thuis komt, dan, ja, ik hou heel erg van mijn thuissituatie. Dus de thuissituatie van Curaçao zit ook in mijn hart. Ik wil niet zielig doen over Curaçao, omdat het een enorm kansrijk land is. Maar er gebeurt daar natuurlijk wel iets wat niet leuk is. En dan kan je twee dingen doen. Je kan er naar kijken of je kan gaan handelen. Ja. Ik ben gaan wandelen. Ja. Het gaat over thuissituatie. Jij bent 16 jaar. Je ouders Jehovah getuigen en dan moet je naar binnen toe om te zeggen, dit en dit is er aan de hand. Hoe heb je dat aangepakt? Ik heb in de eerste plaats een vriendin van mij dat verteld. Ze was al wat ouder dan ik. Zij werkte bij mijn vader als secretaresse. En zij wist het als eerste. Ik heb bij haar de zwangerschapstest thuis ook gedaan. En, we hadden afgesproken van, joh, ik wil dit echt zelf vertellen. Want ik moet gewoon even over nadenken hoe dit gaan aanpakken. Maar ja, zij moest natuurlijk de dag erna naar kantoor weten dat de 16-jarige dochter van haar baas zwanger was. En mijn vader merkte heel snel, er is iets aan de hand. En zij kon het niet voor zich houden en heeft het dus verteld. Dus ergens is de ergste wind mij uit de zeilen genomen. Was ik niet blij mee, omdat ik dacht, nu is het gewoon een voldongen feit en moet ik hiermee naar buiten. In het begin niet, later wel. En dat was vooral omdat ik dacht, oké, ook al ben je nog zo jong, als er zulke soort heftige dingen gebeuren, moet je nog steeds je eigen weg kunnen kiezen. Dus het ging toen allemaal eigenlijk heel snel. En ik denk mijn vaders eerste reactie was, je laat het toch niet weghalen, want dat je 16-jarige dochter zwanger is, terwijl je in zo'n gemeenschap leeft, is nog tot daaraan toe. Maar abortus is dan nog wel echt een paar tredes verder. En het is gewoon heel, heel plotseling gelopen en ineens was het out in the open. En was het vooral heel erg dat ik dacht, ik moet nu een keus gaan maken. Los van wat mijn ouders willen, los van wat de gemeenschap wil. Ik moet nu gewoon gaan kiezen. En vrijwel direct wist ik, abortus is gewoon geen optie. En normaal is een zwangerschap, hè, een feestelijke gebeurtenis. Zijn mensen blij? Was dat voor jou vooral verdrietig? Het grappige was dat ik, er komt zoveel over je heen dat je daar eigenlijk helemaal geen tijd hebt om daarbij stil te staan. Het enige wat ik pas veel later besefte, toen ik zwanger was van mijn tweede dochter, op een normale leeftijd. En iedereen zei, oh, wat leuk en gefeliciteerd en wat zie je er goed uit. En hoe verder die zwangerschap vorderde, iedereen zei, zo, je bent echt prachtig. Dat ik toen pas besefte,
oh, dus dit is eigenlijk hoe het hoort te zijn. Ja. Want als 16-jarige met een grote zwangere buik is het enige wat je krijgt blikken en gefluister achter je rug om. En ja, moet je kijken, zij is zwanger. Hoe oud is ze eigenlijk? Nou, dat vind ik niet normaal. Dat vind ik echt niet normaal. Pas veel later besefte ik, ik heb er niet van genoten, maar ik mocht er ook niet van genieten. Want aan alle kanten wordt natuurlijk heel erg duidelijk gemaakt, je bent wel een beetje dom geweest. Dit is niet de bedoeling. Punt. Ja. Perry, jij bent zelf ook vader van een dochter, een paar dochters zelfs. Twee. Kun je voorstellen dat dit voor ouders ook heftig is als je dit hoort? Ja, maar het centrale punt, dat was jij. En ik vind dat het daar dan over moet gaan. En dat ouders dat heftig vinden, ja, dat begrijp ik wel. Zeker als je 16 jaar bent. En die zorgen ook en die houden ook van. En het is wel een bijzondere situatie, hè? In de gemeenschap waarin jij leeft of misschien nog wel leeft. Ja, dat is, ik wil niet zeggen heftig, hè, want het gebeurt bij veel mensen dat er iets gebeurt in je leven dat heftig is. Maar zij was het centrale punt. En ik vind het wel heel goed om te horen dat je eigenlijk de liefde die je bij de tweede zwangerschap krijgt, dat je dat wel weer terug kon projecteren naar je eerste zwangerschap. En ongetwijfeld hou je van allebei net zoveel. Ja, zeker weten. Hij zegt in een bijzin, ik weet niet of je nog tot dat milieu behoort. Ben je nog Jehovah getuige? Nee, ik heb 8 jaar geleden besloten om mezelf terug te trekken uit de gemeenschap. Een hele heftige stap. Er zijn 2 manieren eigenlijk waarop je uit de gemeenschap van Jehovah's getuigen kunt treden. Dat is enerzijds omdat je een dusdanig grote zonde hebt begaan, dat er besloten wordt vanuit de ouderlingen, vanuit het bestuur van de kerk, dat ze dat niet meer door de vingers kunnen zien, dan word je uitgesloten. En de andere stap is echt zeggen, ik wil gewoon definitief geen onderdeel meer uitmaken van deze gemeenschap. Wordt er echt heel erg zwaar opgevat. Maar ik besefte wel 8 jaar geleden, ik moet nu voor mezelf gaan kiezen. Want wat ik ook deed, hoe erg ik mijn best ook deed, hoe vaak ik ook langs de deur het goede woord predikte, hoe vaak ik ook in de kerk zat, ik was nooit goed genoeg. Heb je nog contact met je ouders? Nee. Nee. Dat was een gevolg van die keuze. Ik wist op dat moment, als ik nu deze brief naar de ouderlingen van de kerk in de brievenbus gooi, dan is dit meteen het einde en een compleet nieuw begin. Want je bent je hele sociale kring in één klap kwijt. Ja. En ongeveer een week nadat ik die brief op de bus had gedaan, werd er omgeroepen in de gemeente van Jehovah's Getuigen dat Tara Boksman niet langer onderdeel uitmaakt van die gemeenschap. En op dat moment weet iedereen ook, geen contact meer. Dus het was in één klap, brief in de bus en het nieuwe beginnen. Jij wist dat dat ging gebeuren met je ouders. Hebben je ze ooit nog gesproken? Hebben ze jou laten weten dat ze iets kwalijk namen? Mijn ouders zijn allebei heel fanatiek in deze religie. En dat is, ik denk, een hele lastige positie. Want zij geloven oprecht dat hun religie en hun aanpak, dat de waarheid is. Zij vinden het heel belangrijk om dat te verkondigen, want zij geloven oprecht dat er een moment komt binnen niet al te lange tijd waarop God de aarde gaat vernietigen en Armageddon komt en alle goddeloze mensen worden vernietigd. En voor hun val ik nu bij de goddeloze mensen. Dus ze zijn wel al die jaren af en aan heel erg bezig om te zeggen, kom terug, alsjeblieft kom terug, want je wordt straks vernietigd en je kinderen worden straks vernietigd. En het ding is alleen dat ik inmiddels na al die tijd op het punt zit dat ik er oprecht niet meer in geloof. Nee, nee. Dus je krijgt natuurlijk twee enorm heftige overtuigingen. En daar is geen middenweg in. Even terug naar je 16e. Je ontdekt dat je zwanger bent. Op je 17e word je daadwerkelijk moeder. Zijn je ouders boos op je geweest toen? Echt boos? Ik denk niet echt boos. Ik denk wel dat er heel veel latere momenten zijn geweest, eigenlijk in de bijna 17 jaar dat mijn dochter er nu is, dat ik heel vaak de verwijten terugkreeg. Doordat jij zwanger thuis kwam, heb jij zoveel stress in het gezin gebracht. Doordat jij een kind kreeg en ondertussen wilde stappen en naar school ging, heb je op ons druk gelegd, want dan moesten wij voor je dochter zorgen. Dus het is niet per se dat moment. Ik denk ook dat er op zo'n moment, als je dochter een kind krijgt op zo'n jonge leeftijd, dan gaat het te veel door je heen om daar echt boos over te worden. Maar je merkte wel in de jaren erna, die nasleep is gewoon heel erg groot. Ja, opvoedkundig dramatisch wat ze gedaan hebben, zeg ik op persoonlijke titel. Hè? Kijk, en het ding is wat ik wat jij net zei, van onderaan de streep draait het in de eerste plaats om jou. En terug, maar daar zit het grote probleem vaak bij
moeders of bij meisjes die jong moeder worden. Ja, maar besef je wel wat je ons aandoet? Ja, maar wat gaat de mensen om ons heen zeggen? Besef je nu wel, er komt school erbij. Besef je nu wel dat je het moeilijk maakt om je examen te halen? En dan komen al die jongeren er nog bij. Jeetje, Mina, we wilden nou met haar naar bed. Ja. Dus iedereen voelde er wat bij. Brutale vraag, dat is niet waar. Want je bent ook gekomen, je wist al wie hierover gingen praten. Je bent er ook een boek over aan het schrijven. Komen we ook op terug, hè? Eén vraag voordat ik naar Paddy ga. Onze vriend die Curaçao helpt, met hart en ziel zeg ik er ook weer op persoonlijke titel bij. Heeft de vader van jouw jongste kind nog een rol gespeeld in die periode of nu? Nee, hij is hij heeft zich meteen teruggetrokken aan alle kanten. Ook onder invloed van zijn ouders. Ook religieus, geen Jehovah's getuigen, maar wel heel erg religieus. Een absolute schande. Dus mijn dochter is bijna 18 en kent haar vader niet. Heeft wel met mijn steun ook heel veel pogingen ondernomen om contact met hem te krijgen. Maar hij blijft het contact gewoon afwijzen. Dus het is eigenlijk een beetje het klassieke tienermoederverhaal. Wat een verhalen, Pedia, zitten wij over honkbal na te denken in die stad. En je bent iets heel goeds bezig, maar dit is een... Hoe luister je naar? Nou, dat er een hele goede moeder naast me zit. Ja. En ik denk dat dat de essentie is voor de kinderen. En ik denk dat ze een prachtige bonusvader hebben gekregen ook. Dus... zolang zij het leuk hebben, heb jij het ook leuk. Ja, en ik denk dat het allerbelangrijkste is. En natuurlijk moet je het verleden nooit vergeten. Maar je moet wel het heden omhelzen. En ik vind het wel heel gaaf om te horen dat jij dat doet. Nou, vind ik ook echt heel tof dat je dat uitspreekt. Ja. En ik ben het je er zegt het ook op een manier helemaal vind ik echt mee eens. Prachtig. Nou, ik ben het er ook echt helemaal mee eens. Ik besef het op een gegeven moment ook. En dat is ook de hele stap om de beslissing om te stoppen met de religie van Jehovah's getuigen. Dat ik op een gegeven moment besefte, ik kan nog zo mijn best doen en het iedereen naar de zin proberen te maken. Maar onderaan de streep heb ik maar één doel. Ik wil gewoon dat mijn kind godsgruwelijk gelukkig is. Ja. En ik wil het zelf na al die jaren nu ook worden. En dat is exact zoals je het omschrijft. 8 jaar geleden dacht ik, het wordt voor mij tijd om dat leven te gaan omhelzen. Ja. Dat ga ik gewoon doen. Paddy, het leven omhelzen, is het op Curaçao nu voor heel veel mensen overleven in deze crisis, die groot is daar? Ja, crisis... Hoe groot is die trouwens daar? Laten we dat eerst even vaststellen. Nou, ja, wij zitten met z'n drieën en wat ik hoor is dat 1 op de 3 mensen echt voedselhulp nodig heeft. En er wonen 150.000 mensen? 150.000 mensen. Ja. Je moet het in eigenlijk stapsgewijs zien. Hè. Curaçao heeft een buurland dat heet Venezuela. Nou, dat is een beetje het Duitsland van Nederland. Venezuela is echt in elkaar geklapt. Mm. Heeft een belangrijke olieindustrie. Dus daar hebben ze op Curaçao met de isla, de raffinaderijen, ook heel veel last van. Dus het zal wel een zwaar weer. Overigens wel met een overheid die de intentie heeft om samen, overigens met Rutte destijds, om 2 jaar geleden nog, om te zorgen dat er meer geïnvesteerd gaat worden. En er zijn heel veel kansen. Maar goed, toen kwam corona eroverheen en ja, het is toch het paradijs daar. Hè? En belangrijk is leisure. Dus ja, de vakanties waren ook in één keer over. En toen stortte de hele boel in ieder geval economisch in. En dat heeft verregaande gevolgen. Hè? 50.000 mensen minimaal die van voedselhulp afhankelijk zijn. Dat voedsel was er niet. En ja, tussen dan bedenk ik ga iets doen en 100 ton voedsel die kant op brengen, zit toch wel een gaatje. Wat heb je als eerste gedaan? Nou ja, ik hou van Curaçao, dat mogen duidelijk zijn. Ik hou vooral van het talent van de mensen van Curaçao. Dat mag ook wel eens voor het voetlicht komen. En dan weet je dat er is wel voedsel, alleen je moet het wel kunnen kopen. Dus geen gebrek aan voedsel, alleen je moet het kunnen kopen. Nou ja, vervolgens heb ik sporters benaderd die ik goed ken. Jurini Martina, Diego Markwell die hier bij Neptunus Curaçao, Neptunus honkbalt. Je hebt voetballers. Ik belde in eerste instantie Sven van Beek, die ik goed ken. En Sven zei, tuurlijk, ik doe mee. Ik spreek ook een filmpje in, te baten van de voedselbank. Ja, dan gaat het rollen, want je vraagt aan Jurini, wie ken jij nog? Aan Diego Mar vroeg ik, hij zegt, ja, ik ken Jethro Willems goed. Dus die heeft hij benaderd. Sven heeft Leroy Fair weer benaderd. Leroy zijn vader overigens. Hij heeft prachtige en goede dingen op Curaçao gedaan. Het is volgens mij hoofd rampenbestrijding op Curaçao. Mm-hmm. Tijdens corona. En die hebben allemaal spontaan een filmpje ingesproken om geld op te halen voor de voedselbanken in Curaçao. Nou ja, dan ontstaan er wel andere acties die je ziet. Maar ik had zoiets van, ja, het moet snel en het moet gericht gaan. Dus ik belde een vriend van me, die heeft een groothandel in groenten, Hans Vatels. Van de Vatels Food Group.
En dus ik zei, ja, kun jij dan niet wat doen? Nou ja, hij is een Noord-Hollander wonen in het Westland. En die zei, joh, ik wil wel een beetje, maar dan moeten we het substantieel doen. En ik dacht echt, hij maakt een geintje. Dus ik zei, ja, Jans, je krijgt wel een Rotterdam stikkie van me als je niet waar maakt wat je nu zegt. Nou, die maakte dat waar. Die zei van, we gaan 5 containers helemaal volgooien met groenten. En dat in koelcontainers, dat gaan we wegbrengen. Ja, dan moet je wel weer verder, hè, want het moet ook nog vervoerd worden. Ja, ja. Toen heb ik bevriende relaties gebeld en die hebben weer andere mensen gebeld. En toen zei Seatrade Rotterdam van, wij gaan gratis alles naar Curaçao brengen. Toen de minister van Financiën gebeld in Curaçao, die ik goed ken vanuit het Hongpan. Mm-hmm. Al jarenlang. Toen zei ik van, ja, weet je, omzetbelasting, invoerrechten, dat moet dan ook niet. Want, en die zei ook gelijk, geen enkel probleem. En de laatste container is vorige week afgeleverd en er is nu, omdat ja, dan gaat het zijn leven krijgen. Toen was er weer iemand die zei, ik heb 34 dozen, grote dozen met rijst aan. En die zijn nu onderweg. En ja, ik hoop eigenlijk ook weer door deze uitzending, die ik ook wel een beetje te danken heb aan de Eurotrade. Die zei zo verspreidt het zich. En eigenlijk komt erop neer dat ik telke malen dat mensen wel bellen van, joh, wij willen kan misschien ook wat doen. Ja. En wat kan ik bijdragen? Doen? Ja, en, ja. Ja, nogmaals, ik vind dat ik ook als doel heb om te laten zien dat Curaçao ja, veel talent heeft. Eigenlijk zou hier een Curaçao naar moeten zitten, want weet je, die komen alle talent komt er weinig. Mogen dat zeggen niet? Ja, maar ik zit te denken, Tara, van ik heb het boek van Rutger Bregman gelezen, De meeste mensen deugen. En ik zie ook die beelden in het journaal van rellen in Curaçao, die overigens ook op het Malieveld zijn als wij protesteren. Dus er moet niet te veel stigmatiseren. 487 arrestaties. Die kant op. En er is heel veel gedoe en macht en politieke strijdjes en gedoe tussen burgers en politie. Maar als ik dit hoor, en jij hebt je ook teruggeknokt in het leven, dan denk je dat de meeste mensen deugen? Ik denk het wel. Ik zie ook twijfel. Nou, ik zit te denken, wat vind ik altijd lastig nou weer aan zo'n vraag. Ja, de meeste mensen deugen. Maar ik denk dat het komt omdat, ik heb het boek overigens nog niet gelezen, er wel echt veel over gehoord. Kan ik echt aanraden. Maar ik denk ook dat het komt omdat de meeste mensen natuurlijk handelen vanuit hun overtuiging. En voor hun is die overtuiging goed. En daarom vinden ze dat ze deugen. En daarom denk ik ook wel dat je ervan uit kan gaan dat inderdaad de meeste mensen deugen. Hij toont het echt aan, die Bregman. Die heeft echt onderzoeksjournalistiek verricht. Ik ga niet PR voor zijn boekbedrijf, maar ik wel aan doen thuis. Het is echt geweldig om te lezen. Ik vond het echt top. Gaan we terug naar jouw verhaal. Je bent het op schrift aan het stellen. Is je boek klaar trouwens of niet? Ja, mijn boek is helemaal klaar. Okay. Ontzettend spannend. Want het is reis waar ik me ontzettend kwetsbaar bij heb moeten opstellen. Is het ook lastig geweest voor je? Want je wordt weer met jezelf in je eigen verleden geconfronteerd. Ja, het is zeker lastig. Ik heb een schrijfcoach meteen vanaf het begin bijgehaald. En ik stuurde haar de eerste paar hoofdstukken. En haar eerste reactie was, begin maar opnieuw. Want het is geen zakelijk essay. Dit is jouw levensverhaal. Dus ik wil geen feiten, ik wil emoties. En toen dacht ik, oké. Dus ik ben helemaal opnieuw begonnen. En heb eigenlijk gedacht, ik ga schrijven. En ik ga doen alsof niemand dit ooit gaat lezen. Behalve ikzelf. En dan begin je nog steeds met feiten, tijdlijn. In welk jaar woonde ik waar? En welke gebeurtenissen plak ik daaronder? Maar ik besefte wel dat, heel leuk hoor, dat terugknokken in het leven. Maar dan heb je natuurlijk niet echt tijd om stil te staan bij emoties of om bepaalde dingen te verwerken. Dus het hele proces van dik een jaar lang een boek schrijven. Ja, ik heb met regelmaat echt huilend achter mijn laptop gezeten. Ja. Dat ik dacht, jemig, hoe dan? Hoe konden bepaalde dingen gebeuren en hoe zit ik er hier nu zo bij? Dus het is wel een heftig pad. Is nou het geheel voor jou dramatisch en verdrietig als jong meisje een kind krijgen, in een omgeving opgroeien waar je uit wil? Of zijn er echt specifieke gebeurtenissen die daarboven uitspringen nog? Nou, ik denk er zijn twee dingen eigenlijk. Het ding, en dat hoop ik ook wel echt te kunnen aantonen met mijn boek, wij moeten echt anders gaan kijken naar jonge moeders. Want op het moment dat er een jong stelletje is, het meisje wordt zwanger, dan zeggen we tegen de jongen, ach knul, wat vervelend nou toch, hè? Dat komt vast wel goed. Maar tegen het meisje zeggen we, dat is wel een beetje dom van je, hè? Nu heb je hele toekomst weggegooid. En daar begint het al mee. En ik heb ook met regelmatig vragen gesteld aan mensen in mijn omgeving. Zeg, wat denk jij eigenlijk als je een jonge moeder ziet lopen? Ja, dan denk ik, nou is dat maar beter even kunnen wachten. En dan zeg ik, maar wie ben jij dan om dat te denken? Mm-hmm. Dus ik hoop vooral een statement af te geven. Er zijn meerdere gebeurtenissen geweest waarbij ik zo anders en negatief ben behandeld. Puur en alleen omdat ik een jonge moeder was. En het andere door ding, naasten of ook door anderen? Allebei eigenlijk. En ik snap het. Niemand staat te juichen als er een 16-jarig meisje thuis komt en zegt, oh, ik ben zwanger. Ik snap het.
but it's a fact. En daar zul je het gewoon mee moeten doen. Maar er waren vooral veel mensen ook in de omgeving die me zo naar hebben behandeld dat ik dacht, ja, dit is gewoon niet normaal. En het andere ding is het hele stuk rondom de gemeenschap van Jehovah's Getuigen. Er is veel over te doen de laatste tijd, vanwege het hele verhullen van seksueel misbruik, of in ieder geval het zelf willen oplossen. Maar ik denk dat heel veel mensen die gemeenschap niet kennen, geen idee hebben hoe je compleet gebrainfucked wordt op het moment dat je op zo'n manier wordt opgevoed. En hoe lang ik dus geworsteld heb de afgelopen 8 jaar om echt los te komen van dat geweten en al die stemmetjes die zeiden, nee, je mag geen seks hebben, want het is niet oké, je bent niet getrouwd. Dat zijn twee dingen die ik gewoon even een vraag. Het is een interactieve talkshow, dus mensen kunnen vragen stellen. Ook een mooie prijs winnen, kom ik zo op terug. En Pieter zegt, die vraagt aan jou, Tara, zijn er positieve dingen van de Jehovah's Getuigen die je nu nog wel toepast in je leven? Goeie vraag, vind ik dat. Ja, vind ik ook een lastige. Want in eerste instantie ben ik geneigd om te zeggen, ja, ik vind het heel belangrijk om mensen om me heen positief te benaderen, om goed voor ze te zijn, om mensen te helpen. Mm-hmm. Maar dan denk ik, ja, is dat nou iets wat ik uit de Bijbel heb? Of zit dat gewoon in mijn karakter? Mm-hmm. Kijk, ik ben in ieder geval wel van mening, het allerbelangrijkste in het leven is je positieve energie en je positieve flow gewoon vasthouden. Mm-hmm. Hoe moeilijk het ook wordt. En mensen om je heen kunnen je daar gewoon goed bij helpen. Jona vraagt aan jou, Paddy, heb je plannen om je actie richting Curaçao, de voedselhulp, verder uit te breiden? Ja, nou, voedselhulp. Ik weet niet of het per se voedselhulp moet zijn of geld. Of het zou bijvoorbeeld babyspullen kunnen zijn. Ik noem maar even wat. Graag. Ik kan één ding al laten zien. Kijk. Ik heb twee dingen bij me. Eén, deze heb ik meegenomen. Ik weet niet wat je nog wel en niet in deze tijd mag zeggen, maar deze vrouw heeft een prachtige kont, wil ik op Rotterdam zeggen. Maar een rondborstige dame, een beeld. Nou, van mij mag ik het zeggen. Mag ik het zeggen? Een kont. Een heerlijke reet. Okay. Dat is helemaal goed. Maar dat beeldje dat kun je aanschaffen en daarmee steun je jouw doelen. Dus dat is één ding. Hiermee, als je dat koopt, dan krijg je €10. Gaat er naar Curaçao toe. Dit is de dag, het is de vlag van Curaçao. Het is vandaag Dia de Madeira. Ja. Het is een feestdag op Curaçao, de dag van de vlag. Dus ook een mooie dag en misschien ook wel weer een prachtig moment om laten zien dat waar er volle kansen zijn. Waar kunnen mensen informatie vinden of informatie inwinnen? Dat zou via mijn persoonlijke e-mailadres kunnen zijn. En op LinkedIn sta je, hè? En op LinkedIn en op Facebook. P-A-D-D-Y, Romer met dubbel O. Helemaal, ja. Nog promotie, vriend? Nou, het is vooral voor Curaçao. Het is een goed doel, hè? Ja. Maar laat ik er ook bij vertellen, weet je, Curaçao is het land van de kansen. Ook voor investeerders om echt mooie dingen te ontdekken op Curaçao en daar gewoon geld te gaan verdienen. En als je dat samen met de Curaçaonaars doet, ja, dan leef je in de wijwereld in plaats van in de ikwereld. En ik geloof dat als je in de wijwereld durft te leven, dat je ikwereld vanzelf sterker wordt. Mooi, nou dankjewel. Goed dat je dat zegt. Hij zet ze weer keurig weg. En we gaan ook iets weggeven. Jullie kunnen vragen blijven stellen aan Tara Boksman en Paddy Romer. Dat kan via info@reur.nl of reageer op Facebook, waar deze uitzending ook live te zien is. En we geven weg, jawel, een prachtige prijs te waarde van €75 van Fashion at Sea. Dat is een modebedrijf uit Zeeland, hebben ons benaderd. En je kunt mailen als je die waardebon van €75 wilt hebben naar info@reur.nl. Doen prachtige kleding, mailen naar info@reur.nl voor een waardebon van €75. Karin vraagt aan jou, Tara, heb je nog contact met familie die ook Jehovah-getuigen zijn? Of is echt alles afgesloten? Alles is echt afgesloten. Ik heb gelukkig een aantal broers en zussen, die zijn ook uit de gemeenschap gestapt. Dus we hebben in ieder geval nog wel elkaar. Ook maar nog broers niemand en zussen die er wel toe behoren? Nee. Allemaal weg? Mijn ouders hebben 5 kinderen gekregen en zijn allemaal uit. Oh, en met alle 5 geen contact meer? Nee. We krijgen af en toe een berichtje. Mijn vader is al 16 jaar geleden geëmigreerd naar de andere kant van de wereld. En heel af en toe krijg ik een berichtje. Papa heeft een hartaanval gehad. En inmiddels zitten we op het punt na al die jaren dat de kinderen dan zeggen, oh, oké. Dus er is niks meer van over. Mijn familie. Nee. Hebben zij pijn, weet je dat? Ik denk alleen maar. Of maakt het je wat uit of ze pijn hebben? Ja, natuurlijk. Want ik ben echt niet het type mens wat. Ik ken geen wraak. Echt op geen enkele manier. Maar ik denk vooral gewoon als je pijn hebt. Jullie zijn ook de oplossing om daar een pleister overheen te plakken. Bel je kinderen. Ja. Zeg, joh, we hebben hier een heleboel verneukt. We zijn er klaar voor om het contact op te passen. Zelf, ja, dat. Ja. Ja. Wat ik me afvraag, hè. We vertellen dat verhaal over de tienermoeder. Die ontsnapt uit een Jehovah-gezin. Die banden doorbreekt.
Je bent genomineerd voor de Eretitel Rotterdam Zakenvrouw. Ja, hoe ziet jouw zakelijke carrière eruit? Hoe heeft die eruit gezien? Heel erg lastig begonnen. Ik denk in begin 20 was ik gewoon de typische tienermoeder in de ogen van velen. Ik had een bijstandsuitkering, een rekening bij de gemeentelijke kredietbank en flink wat schulden. €50 weekgeld en een kleintje waar ik voor moest zorgen. En op een gegeven moment dacht ik... Je woonde bij je ouders toen? Nee, toen woonde ik alleen op een flatje 4 hoog achter. En toen dacht ik, nou Tara, gefeliciteerd. Je bent exact het stereotype tienermoeder waar iedereen altijd commentaar op heeft. En op een gegeven moment besefte ik, er gaat niemand mij komen redden. Niemand gaat nu iets van mijn leven maken. Ik moet dit echt zelf gaan doen. Dus ik ben uiteindelijk naar de sociale diensten gestapt. En zij zeiden, nou mevrouw, we gaan je lekker in het plazoen zetten, want dan blijf je bezig. En toen zei ik, nee, dat is geen optie. Ik wil heel graag een opleiding doen. Ik wil echt mijn diploma halen. Dat heb ik voor elkaar gekregen. Stage om het af te ronden. Stage werd contract. En toen had ik een functie als commercieel medewerker binnen dienst. En toen kwam ik erachter bij een hypotheekadviseur. Okay. Zoals we hier in Rotterdam zeggen. Ik kan fantastisch lullen, maar ik kan ook heel goed poetsen. Toen ontdekte ik mijn passie. En dat is echt gewoon een stukje commercie en sales. En daar ben ik eigenlijk in verder gegaan. Op mijn 27ste leerde ik wat nu mijn beste vriend is kennen. Hij had een televisieproductiemaatschappij, zocht iemand die de sales kon oppakken. Op mijn 28ste was ik daar commercieel directeur. Op mijn 30ste ben ik mijn eigen bedrijf gestart. En afgelopen april kreeg ik te horen... Wat doe je met dat bedrijf? Ik heb een online marketingbureau, Miss Business. En we helpen met een lekkere Rotterdamse flair onze opdrachtgevers naar een goede online strategie. Dat gaat fantastisch. Ik heb alleen vrouwen in dienst. Ook heel erg bewust voor gekozen. Want? Ja, ik merkte wel, zeg maar, in de afgelopen... Ja, misschien zou ik iets van het maar ik voel een verhaal aankomen. Ja, daar zit in die zin wel een verhaal achter. Ik merkte wel in de laatste 10 jaar eigenlijk van mijn werkende leven... Dat er tegen me gezegd werd, nou, jij krijgt dit tijdslot... maar dan moet je wel een wijntje met me gaan drinken. En dan dacht ik, nee, ik wil dat tijdslot... omdat wij gewoon verdomd goede televisie maken. Ja. En als jij een wijntje wilt drinken, dan moet je maar je Tinder-app openen. Maar dat ik op een gegeven moment steeds meer besefte... we moeten als vrouwen... Ook wel samen zorgen dat we door dat glazen plafond heen breken. En dan moeten we niet gaan zitten jammeren met mannen geven ons die kans niet. Nee, je moet zelf je mouwen opstropen en daar gewoon voor gaan. En toen dacht ik, nou, dan kan ik als vrouwelijke werkgever daar wel een aandeel in doen door te zeggen, weet je wat, ik wil graag investeren in vrouwelijke talenten. Vrouwen die heel graag zich gewoon echt vakkennis willen gaan opdoen. En toen dacht ik, nou, dat is gewoon ook meteen een hele mooie propositie voor een marketingbureau. Dus wij zijn gewoon nerds op hakken en wij optimaliseren met 2 vingers in onze neus de Google-campagnes van onze klanten. Kijk, dat zegt ze goed, hè? Nee, dat nerds, dat is niet zo nerd, heb ik gemerkt het afgelopen half uur. Dus. Valt wel mee, hè? Ik hoor sommige kijkers denken, Pedi Rome, die vraag, die toch kritische vraag, ga ik je ook maar voorleggen. Zij heeft op heel nadrukkelijke wijze de regie zelf gepakt. Kan Curaçao zelf de regie nog pakken om die immens grote problemen op te lossen? Ja. Maar altijd in de bijwereld. Nou ja, omdat hier in Nederland, als je dan ziet wat Knops de staatssecretaris Knops de afgelopen weken gezegd heeft van... Koet moet 12,5% ingeleverd worden, ook bij het vuilnisman. Maar ja, terwijl we hier al een probleem maken als we echt geen 1% loonsverhoging krijgen. Hij draait nu en daardoor brengt hij wel zo'n overheid in Curaçao ook in de problemen. De kans is, er ligt een eiland voor 1 miljard mensen, de Amerika's. Ze hebben sportsterren die reclame ook voor Nederlandse bedrijven in Amerika kunnen maken. Het is toch het paradijs. Dus dat toerisme en leisure, dat heeft een enorme kans. Maar ook de haven, we kijken hierop uit. Ik weet dat de directeur van het havenbedrijf ook een band heeft met Curaçao. Ja, als je kan doorvoerhaven zijn, maar ook qua kennishub, want ze spreken 4 talen op het eiland. Dus er zit zoveel potentie in Curaçao en in de Curaçaose gemeenschap. We kennen natuurlijk de sporters, maar... Maar is het daar politiek leiderschap? Jawel, absoluut. Het is nog een jong land, hè? Want ook dat is wel het bijzondere. Het bestaat gewoon 10 jaar als land, als zelfstandig land. Maar ze hebben wel een luchthaven en ze hebben wel een haven. En kortom, weet je, als zowel Nederland als Curaçao een beetje meer in de bijwereld durven te gaan zitten, dan worden beide ik-werelds vanzelf sterker.
En maak daar gebruik van. Maak gebruik van die expertise die je met elkaar hebt. Maar geef dat enorme talent van Curaçao en de Curaçaose mensen van jong tot oud. Hè? Want talent heb je als je geboren wordt, maar als je 93 bent kan je nog steeds talent hebben, zeg ik altijd. Benut dat nou en benut dat met elkaar. Want ik heb echt dankzij bijvoorbeeld het honkbalteam, het Kingdom of Netherlands team, heb ik voor Rotterdam letterlijk deuren open zien gaan in Zuid-Korea en in Japan. Iemand had een vraag over het honkbal. Hè? Maatje zegt, over een jaar is dat WPTR, waar jij commercieel directeur bent en ik toernooidirecteur. En dat doen we met onze vriend Danny van Leeuwen, de voorzitter van de Raad van Bestuur. President van Leeuwen noemen we hem gewoon vanaf nu. Van VLS Schoonmaak. Van VLS Schoonmaak. En ook een keertje van VLS zeg je toch? VLS Schoonmaak. Maatje vraagt, heb je leuke plannen voor het WPT volgend jaar? Nou ja. We hebben zeker... Daar is Eregast. Ja, dat lijkt me leuk dan. Het is echt heel erg leuk. Is er champagne? Ja, gaan we regelen. 32.000 toeschouwers de laatste keer. Hè. Dus ik zeg altijd het leukste sportief. Over een jaar zitten we trouwens... gaan we naar de finale morgen dan? 3 juli is voor mij de finale volgend jaar. Ja, en sterker nog, ik hoop dat we ook gewoon weer Dia di Bandera daar kunnen vieren. Wat we 4 jaar geleden hebben. Maar heb je leuke plannen? Ja, we hebben leuke plannen. We komen met verfrissende teams. Laten we dat vertellen. Daar kunnen we nog niet alles over vertellen. Okay. Hè? Dat weten jij en ik wel. Maar we komen echt met een paar bijzondere teams. Curaçao blijft onderdeel, omdat het gewoon de grootste gemeenschap buiten Curaçao in Nederland zit hier in deze prachtige stad. Het is meer dan een sportevent. Het is volop entertainment bij. Het wordt weer gewoon één groot Rotterdams feest. En laat ik er dan maar een klein Curaçao's tintje aan blijven willen geven. Tara, we krijgen heel veel mooie reacties van mensen die jou bewonderen van wat je hebt gedaan. Ook een kritische noot van Frans Braal. Die zegt letterlijk, alleen vrouwen in dienst. Als wij dat omgekeerd doen, dan is het discriminatie en zijn de rapen gaai. Ja, dat klopt. Maar aangezien we nog steeds in zo'n 95% van de topbedrijven in Nederland echt amper vrouwen in het bestuur hebben zitten, voel ik me daar echt een nul schuldig over. Oké. Okay. Ja. En terecht. Ja. Ja. Rotterdamse ondernemerswijze, Rotterdamse zakenvrouw van het jaar kun je worden. Dat weet je sinds een tijdje. Wanneer is die verkiezing? De oorspronkelijke plan was natuurlijk uitreiking in april. Nou, toen kwam corona, zoals met alles. Toen werd er gezegd, nou, we kijken of het lukt eind september. Ik heb daar verder nog geen uitslag over gekregen. Maar ik ga ervan uit dat we dat heel snel horen. Wat ik in ieder geval heel fijn vind, is dat ik heel lang kan genieten van de titel finalist Rotterdamse zakenvrouw. Wie zijn je concurrenten? Amy Oelemans van Kloet Onderhoud in Vlaardingen en Nina van Jazz Podium Bird. Okay. Twee hele leuke, gedreven ondernemsters. Waarbij ik het ook echt... En daar klinkt dan weer zo winnen? Afgeslaagd. Waarom moet jij winnen? Ja, hoeveel tienermoeders uit een Jehovah-gezin ken jij nou die op hun 35ste gewoon een verdomd goed bedrijf hebben? Die andere twee gaan zich terugtrekken, want die witte vlag zie je. Ik ben om. Is er nog iets, zegt Frank Vijgen altijd, die hier dinsdag wel weer is, wat we niet gezegd hebben, wat we wel moeten zeggen nog bij die Rome? Nou, laten we met elkaar eens een keertje niet meer over problemen praten, wel benoemen, maar dan vooral over kansen met elkaar praten, want dat maakt het leven zoveel leuker. Eens. Zo. Jij nog iets te zeggen? Ik heb een klein primeurtje. Oh. Speciaal bewaard voor deze aflevering. Zeg het maar. Vanaf dit moment. Echt nu? Nu. Ja, dus net heb ik het knopje gedrukt. Is mijn boek van tienermoeder tot zakenvrouw te pre-orderen via mijn website. Kijk, dat commerciële gaat er nooit meer uit. En ik dacht, jullie vinden het vast leuk om 3 exemplaren te verloten onder jullie volgers. Tuurlijk, hartstikke leuk. Bij deze aangeboden. Gaan we die prijs dinsdag weggeven, maken we dinsdag bekend. Helemaal hoe goed. We die mensen met die prijs kunnen verblijden. Dankjewel Tara Botsman, dankjewel Pedi Rome. Jullie bedankt voor het kijken. Dinsdag zijn we weer om 12 uur live op reu.nl. Tot dan. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Eurotrade en Jax.nl.